Het traject heeft mij concreet opgeleverd dat mijn winst zeker meer dan verdubbeld is in een half jaar tijd. En ik heb ook veel meer vrije tijd. Ik ben Siska, ik ben 31, ik woon in Amsterdam en ik heb mijn eigen bedrijf. Ik ben stijlcoach voor ondernemers, managers en sprekers. Wat mij heel erg frustreerde in mijn bedrijf is dat ik bijvoorbeeld workshops gaf en dat ik dan heel erg veel tijd en energie en geld erin stopte om tickets daarvoor te verkopen. Dus ik ging adverteren, ik ging content schrijven op social media, blog schrijven, maar dat leverde gewoon eigenlijk vrijwel niets of weinig op. Na het gesprek met Suzanne wilde ik het wel even laten bezinken en ik neem niet zomaar zo'n beslissing over zo'n investering, dus ik wilde er even een nachtje over slapen. Maar mijn gevoel zei eigenlijk heel sterk van ja, dit moet je gewoon doen en ik had er heel erg zin in. Dus op basis van dat gevoel heb ik de volgende dag meteen ja gezegd. De enige twijfel die ik had vooraf was de investering in geld en dat vond ik toen nog best wel een groot bedrag. Dus dat vond ik wel heel erg spannend. Over de rest van het traject had ik eigenlijk helemaal geen twijfel. Doordat ik nu meer omzet maak en meer winst overhoud, kan ik ook veel meer blijven investeren in mijn bedrijf en kan ik ook blijven doorgroeien. Wat ik heel erg heb geleerd in het traject met Suzanne is het verkopen van jouw high-end aanbod. En wat ik ben gaan doen door het traject met Suzanne is eigenlijk gewoon met mensen in gesprek erover te gaan. En eerst heel goed aan te voelen waar de andere persoon staat, waar die mee bezig is, waar die mee zit. En dan aan te voelen, is dit iemand die ook echt in mijn traject past of niet. Dus ik heb geleerd hoe ik door middel van bijvoorbeeld het schrijven van een blog veel meer de juiste klanten kan aantrekken. Wat ik anders denk ik nooit had gedaan, is in één keer mijn prijzen zo verhogen. Ik denk dat ik mijn prijzen keer 10 heb gedaan, in één keer. En dat had ik denk ik anders nooit gedurfd. Ik denk dat ik zeker 25% minder werk. En omdat ik ook veel meer tijd heb, kan ik ook vooral veel meer vanuit ontspanning ondernemen. En is het niet zo'n soort struggle elke keer. En daardoor ben ik ook gewoon een veel meer ontspannen en leuk mens, denk ik.